Tijdens de coronacrisis komen ze steeds terug. De cijfers. Hoeveel besmettingen zijn er? Hoeveel mensen liggen er in het ziekenhuis, op de IC? En kan de zorg het allemaal nog wel aan? Sinds het begin van de crisis, maart 2020, houdt het RIVM het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames bij. Die lijnen lopen met pieken en dalen. Door de seizoenen en varianten en door maatregelen, vaccinaties en boosters gaan de lijnen op en neer. Sinds eind vorig jaar hebben we te maken met de Omicron-variant. Mogelijk een gamechanger. Gaan we de laatste fase in van de pandemie? In deze video nemen we je mee door de cijfers van maart 2020 tot nu. We beginnen uiteraard in 2020, het jaar dat corona zijn intrede in Nederland doet. Er wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in Nederland. Op de X-as zien we het tijdsverloop, weergegeven in maanden. En op de Y-as zien we de absolute aantallen. Nu tekenen we de grafieken verder in. Blauw zijn de nieuwe besmettingen, rood de ziekenhuisopnames. Tijdens de eerste lockdown worden mensen nog niet op grote schaal getest en daarom is er wel een piek in de ziekenhuisopnames, maar niet in de besmettingen. Vanaf zomer 2020 gebeurt dat wel. Zoals je ziet lopen de lijnen vanaf dan in verhouding vrij gelijk op. Bij meer besmettingen stijgt ook de lijn van de ziekenhuisopnames. Met maatregelen probeert de overheid de pieken beheersbaar te houden om overbelasting van de zorg te voorkomen. Nederland gaat op slot. Toch bereiken we eind december een piek van het aantal ziekenhuisopnames. Dan kijken we verder naar 2021, het jaar dat de vaccinaties starten. Ziekenhuisopnames en besmettingen gaan in 2021 meer uit elkaar lopen. Maar op detailniveau is dat wat lastig te zien op deze manier. We maken er daarom één grafiek van en om die leesbaar te houden veranderen we de Y-as. Die piek waar we het net over hadden nemen we als eikpunt, 100%. We kijken dus hoe de besmettingen en ziekenhuisopnames zich verhouden tot die piek van december. Eind januari zijn er dus de helft minder mensen besmet met het coronavirus ten opzichte van ons eikpunt. Begin van het jaar blijven de lijnen met besmettingen en ziekenhuisopnames dicht bij elkaar. De vaccinatiecampagne is pas net op gang en in de winter verspreidt het virus zich makkelijker. Maar onder meer door de lockdown en gunstige weeromstandigheden dalen de lijnen. Dat verandert in juli. Toenmalig gezondheidsminister Hugo de Jonge wil vaccineren onder jongeren stimuleren en begint de Dansen met Janssen-campagne. Ik denk dat mensen gewoon ongelooflijk veel zin hebben in de zomer. En zeker als je wat jonger bent en je denkt, nou, ik heb nog twee afspraken te gaan. En die tweede afspraak zit echt pas aan het eind van de zomer. Ja, dan kan ik me goed voorstellen dat je denkt, ja, die ene prik die zou voor mij perfect uitkomen. Dansen met Janssen. Jongeren kunnen na één prik Janssen gelijk door het nachtleven in, zo is de belofte. Een belofte die veel jongeren maar al te graag willen inlossen. Met als gevolg een piek in het aantal besmettingen. Toch komen we niet echt in de problemen. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt wel iets mee, maar omdat het vooral jongeren zijn die besmet raken, blijft het aantal ziekenhuisopnames beperkt. In de zomer kabbelen de cijfers stabiel door, maar inmiddels hebben we wel te maken met een nieuwe variant. Waar eerst Alpha domineert, is het nu Delta dat Nederland in het najaar in zijn greep houdt. De variant is veel besmettelijker en dus gaan de cijfers hard omhoog. En dat leidt tot een nieuwe piek in december, waarbij het aantal besmettingen bijna twee keer zo hoog is als de winter daarvoor. Maar de lijn van ziekenhuisopnames stijgt niet mee en ligt op hetzelfde niveau als een jaar eerder. Het effect van de vaccinaties is hier voor het eerst goed te zien. Toch grijpt de overheid in met een avondlockdown, omdat we afkoersen op een situatie waarbij de ziekenhuizen het aantal coronapatiënten niet aankunnen. Het ingang van aanstaande zondag, 28 november, is tussen 5:00 PM en 5:00 AM in principe alles in Nederland gesloten. En Nederland gaat opnieuw in lockdown vanwege de angst voor de Omicron-variant. Miljoenen mensen worden in allerijl geboosterd om een nieuwe coronagolf aan te kunnen. Maar er is goed nieuws. Omicron blijkt milder te verlopen. En om die reden zien we het aantal besmettingen door het dak gaan, maar blijft het aantal ziekenhuisopnames achter. Hoe het nu verder gaat? Met zekerheid is het niet te zeggen. Wel is duidelijk dat de ziekenhuisopnames de komende weken weer zullen stijgen. En of dat een nieuw golfje of een golf wordt, is nog niet zeker. Een nieuwe variant zou de grafiek compleet kunnen veranderen.
Maar zonder nieuwe variant staan we er in de toekomst beter voor en zullen de golven waarschijnlijk steeds minder hoog worden.